Hi jongens, welkom in een nieuwe video. Het leek me leuk om weer eens een shoplog voor jullie op te nemen. En ik heb de laatste tijd weer wat dingetjes geshopt. Het begon heel erg te kriebelen om weer wat nieuwe dingetjes toe te voegen aan mijn kledingkast. En ik ben best wel goed geslaagd. Dus in deze video laat ik wat items zien die ik heb gescoord. Misschien vinden jullie het ook leuk, misschien niet. Maakt niet uit. Ik begin eventjes met het lekkerste vest. Deze is net binnengekomen. Die heb ik geshopt bij H&M. En dit is de H&M van H&M Conscious. Dit vest is echt zo lekker warm. De kleur vind ik sowieso heel mooi. Het is een beetje, ze noemen het op de website taupe. Maar ik zou hem ook wel gewoon beige kunnen noemen. En er zit een beetje zo'n grove, ja, grof gebreide... Ik zou eigenlijk niet weten hoe je dit noemt. Het is gewoon gebreid. Maar het is een open vest. Met van die ballonmouwen. En hij is echt... super nice. Ik bedenk me ineens dat ik wel even moet kijken wat de prijzen zijn. Nou, dit vest kost €29,99. Ik had het geluk dat ik hem heb geshopt op Glamour Day. Dus ik heb er ook nog, even kijken, €6 korting vanaf gehad. Dus super chill. En ik zal ook even laten zien hoe deze eruit ziet als ik hem aan heb. Nou, dit vest. Ik zei het net al, fantastisch. Hij heeft best wel van die beetje wijde mouwen. De lengte hier is echt perfect als je het aan mij vraagt. Want dat betekent... dat ik al mijn korte jasjes eroverheen kan doen zonder dat hij er helemaal onderuit piekt. Ja, ik kan gewoon niks anders zeggen dan dat ik hem heel chill vind. En ik heb ook al gemerkt dat hij echt ontzettend warm is. En dat vind ik ook wel heel belangrijk van een vest. En, zeker niet onbelangrijk, hij kriebelt niet. Dus, ja echt. Hele mooie kleur ook. Beetje cool, cool taupe. Super nice gewoon. Nu had Larissa ook een trui gezien die echt heel erg leek op dit vest. Maar dan is hij dus gewoon helemaal dicht. En dat is ook wel echt heel erg mooi. Maar ik vind het vooral heel fijn dat hij echt heel erg warm is. En dat hij gewoon een beetje lekker die oversized look heeft. Ik heb trouwens het shirtje wat ik nu hier aan heb. Die is ook nieuw. Hoe laat ik dit zien? Hey. Het is eigenlijk gewoon een longsleeve. Ook dit is denk ik de kleur taupe. Even kijken wat erbij staat. Nou, er staat eigenlijk helemaal geen kleur bij. Er staat alleen lange mouwen. Dit is gewoon een basic shirt. Ik wilde eigenlijk gewoon even wat longsleeves erbij hebben. Zodat ik niet meteen zo'n hele grote warme trui aan hoef. T-shirts zijn soms net te koud. Truien vind ik echt nogal veel te heet. Ook nog eventjes via de spiegel. Dit is dus die long sleeve. Het is best wel echt een mooie kleur. Het is zeg maar een wat koelere beige. Dus dat kan heel erg goed bij mijn huidskleur. Die wat meer een warmere toon heeft. Die top die ik nu aan heb, die kost €9,99. Nou, zoals ik dus net al zei, was ik een beetje op zoek naar long sleeves. Gewoon voor die tussen... ja, waarom probeer ik mezelf uit te leggen? Boeiend. Ik was op zoek naar een longsleeve. En ook deze is weer van de H&M Conscious collectie. Er zit een beetje zo'n rib patroontje in, maar dan verticaal. En hij is echt ongelooflijk zacht. En ik vind het ook heel cool staan om dit dan bijvoorbeeld te dragen op iets van een lichte broek. Dus ik ga je ook eventjes meteen de lichte broek laten zien die ik op het oog heb. En daarna de combinatie, zodat je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb hier namelijk een broek van de Mango. En ik moet hem wel eventjes retourneren, want dit is een maat 36. Maar ik vind dat hij wat kleiner valt. Dus hij is eigenlijk, of nee, wat groter valt. Dus hij is eigenlijk gewoon te groot voor mij. Komt misschien ook wel door het model, want ze noemen het een slouchy cropped high waist. Slouchy is die zeker, maar ik vind het eigenlijk wel mooier als hij net wat strakker in de taille zit en je misschien ook wat meer billen ziet. Want nu is het gewoon wel best wel vormloos. Maar deze combinatie samen is heel erg mooi. Dus ik zal het je even laten zien. Alright, dus dit bedoelde ik net. Deze set is gewoon heel erg lekker. Gewoon lekker licht. Stoere boots eronder. Deze broek is dus... het is dus wel de bedoeling dat hij slouchy is. Maar... ik vind hem hier een beetje aan de losse kant. Je ziet ook mijn navel. Ik heb liever eigenlijk dat hij over die navel zit. En de achterkant, ja. Het kan gewoon net iets strakker, vind ik. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik ga hem toch omruilen voor een 34 en dan heel even kijken wat de situatie is. En fingers crossed, want ik vind hem wel echt vet. Nou, deze top is echt super lekker zacht. Eigenlijk voelt het een beetje alsof het een soort van pyjama shirt is. Maar dat is hij niet. Dus het is gewoon lekker casual. Kan ook netjes. Ja, gewoon heel chill. Dus echt heel blij mee. Nou goed, aangezien ik alles door elkaar doe. Deze broek is dus van de Mango. Die heb ik besteld via Zalando. En dan die top was van H&M Conscious. Nou, deze top was €14,99 van de H&M. Die heb ik met €3 korting gescoord. En deze broek was €31,99 van de Mango. Ik had hem besteld via Zalando. Ja, en hij valt dus wel ietsje groter, vind ik. Dus dan weet je dat. Omdat ik eigenlijk altijd alleen maar enkel broeken heb in het najaar. En dat het soms best wel koud is. Dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk weer een extra soort skinny erbij. En deze van de H&M zagen er echt heel mooi uit. Dit is namelijk de Shaping Skinny High Waist. En hij is super zwart. Er staat bij No Fade. Nou, dat gaan we wel zien. Ik geloof daar niet zo echt in. Ik heb vorig jaar een hele mooie broek gekocht van Levi's. En die was ook zwart. En die heb ik nog steeds trouwens. Maar na één keer wassen zag ik echt meteen al dat hij valer werd. En dat vond ik toch wel echt heel jammer. Maar deze broek, jongens. Ik heb hem in de maat 26, lengtemaat 32. Sluit echt super mooi aan in de middel. Ik heb nog steeds wel een beetje een booty. Wat ik wel fijn vind. Dus dat drukt niet alles plat. En hij is gewoon een mooie lengte. En hij is heel zwart. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb er nog niet in gelopen. Dus ik kan je nog niet vertellen hoe snel die uitloopt. En ook niet wat er gebeurt na het wassen. Maar ik ben er nu in ieder geval. Mijn eerste indruk is in ieder geval dat het heel goed is. En hij is echt super stretchy. Kijk maar. De prijs van deze jeans is €50. En ik heb dus met die Glamour korting nog €10 korting ervan af kunnen halen. Dus dat vond ik wel heel erg chill. Ze hebben trouwens op de website 2 jeans staan. De shaping en gewoon dezelfde skinny. En bij de ene moet je de maat 36, 38, 40, dat soort maten aangeven. En bij deze dus jeansmaten. Ik heb het idee dat die 2 jeans precies hetzelfde zijn. Maar dat de shaping jeans toch net ietsje strakker zit in de taille. Dus misschien is dat het shaping gedeelte. En daarom ben ik voor die shaping gegaan. Nou, dit is die zwarte skinny. En zoals ik net al zei, hij zit super hoog. Mijn navel zit dus hier. Hier zit hij, gaat zo echt lekker zo bam in die middel. En dan de achterkant. Oeh, je kan het bijna niet zien omdat het zo donker is. Even kijken of ik hem iets lichter kan zetten. Hallo! Die zit gewoon nog steeds wel vorm. Dat vind ik echt super mooi. Hij is ook gewoon een goede lengte. Dit is dus lengtemaat 32. Dus dat is perfect voor mij. Onderkant is niet zo strak als ik hem misschien zou willen. Maar het is wel comfortabel om er nu in en uit te gaan. Zit ook lekker. Ik kan er ook gewoon lekker in buigen. Zeker geslaagd. Heb hem nog niet mee naar buiten genomen. Maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat hij niet afzakt. Want hij zit gewoon loeistrak hier in de middel. Nou, zoals je misschien wel of niet weet, ik sport best wel veel. Dus extra sportkleding was echt even een must. In verband met dat ik er best wel snel doorheen ga. En gewoon veel zweet en dus veel nieuwe kleding nodig heb. Ik vind zwart fantastisch. Maar ik vind andere kleurtjes zoals wit ook heel mooi. En dit is echt een hele mooie, hele fijne top. Nou, zo staat hij als je hem aan hebt. De stof is lekker zacht. Hij is hoog gesloten, maar niet op een manier dat het benauwend is. En de maat is ook gewoon heel mooi. Je legging komt ook meestal wat als hier. Dus of je ziet een klein beetje huid, of je legging is zo hoog dat je helemaal niks ziet. Dus net een beetje dat, klein beetje dat stukje huid. Wat wil ik zeggen? Achterkant is een razorback. Nou, deze is €9,99. Ik heb er nog €2 korting van afgehaald. Heel chill. Nou, om een beetje in dat sportkleding genre te blijven heb ik 2 dingen geshopt bij Gymshark. Ik had van Larissa namelijk een giftcard gekregen voor mijn verjaardag. Want ik wilde heel graag nog een extra kort broekje. Ik had al een heel mooi kort broekje van Gymshark. Dat is de Energy Seamless. Dat kan ik straks ook wel laten zien hoor. Dan kan je even vergelijken. Volgens mij heb ik hem al eerder laten zien. Dit is de Flex. Hij ziet er zo echt mini uit. Het lijkt net een hondenbroek. De Flex die heeft aan de achterkant hier Gymshark staan. Aan de voorkant in het klein. En zoals je ziet is het een biker short. Dus hij zit boven de knie. En hij is wat langer dan die Energy Seamless. Die ik nu ook eventjes erbij heb gepakt om aan je te laten zien. Die is namelijk een stukje korter. Dus deze is wel echt super sexy, flexy. Deze eigenlijk ook. Heel sexy. Ik heb hier het sportbroekje aan. In eerste instantie dacht ik eigenlijk dat ik een bikershorts niet zo sexy zou vinden. Vanwege de lengte. Maar daar ben ik een beetje op teruggekomen. Want ik vind deze echt sexy as hell. Ja, jongen, mijn mood vandaag. Hier zit een klein randje. waardoor die dus niet omhoog trekt. Hier zit een soort van vorm, zodat je je billen een beetje zo ziet. Ja, het is echt mijn nieuwe favoriete broekje, denk ik. Dus heel erg bedankt, Larissa, voor dat broekje. Dan heb ik kon het niet laten, ook nog een sport BH erbij besteld. Ik heb deze al in het zwart en ik vind dit zo'n mooie sport BH. Ik vind hem, als ik heel eerlijk ben, ook best wel prijzig. Maar aangezien ik eigenlijk gewoon bijna alleen maar in mijn sport BH aan het sporten ben, vind ik dat het wel echt dubbel en dwars waard. En de kwaliteit van deze lijn, dit is de Camo Seamless, is ook echt top. Dus ik ben dus voor kleur gegaan. En ik dacht, ja, roze, dat is toch ook wel gewoon heel erg cute. En ik zocht ook iets om te matchen met mijn andere leggings die ik heb. Het past natuurlijk bij zwart, maar ik heb ook een roze legging. Dan is het lekker over de top. Dit is die sport BH dus. En ja, hij is gewoon super mooi. Die V-hals hier. Dat je boef zo lekker naar boven wordt gedrukt. Lengte is ook net wat langer. Dat ding was €40. Dus ja, ik draag het ook wel op zo'n manier dat iedereen kan zien. Potverdorie. Ik ben echt... Ja, ik ben er gewoon heel blij mee. De achterkant ziet er zo uit. Ook heel mooi. En die kleur is gewoon wel leuk. Het is een keer weer wat anders dan zwart. En vind hem, ondanks dat hij roze is, ook nog steeds wel heel erg stoer. Deze heb ik trouwens in een maat S. Dit broekje die kost trouwens €40. Als ik het nu niet goed zeg, dan plaats ik in beeld de andere prijs die het wel is. Maar uit mijn hoofd is die €40. Dus dit zijn de nieuwe items. En ik zal je nu eventjes laten zien het verschil tussen dit broekje en die Seamless. Dan wil ik nog wat items laten zien van Comegetfashion. Deze mocht ik uitzoeken. Al die andere dingen heb ik gekocht, maar deze dingen mocht ik gratis uitzoeken. Ik vind lila wel echt een hele mooie kleur. En het maakt deze grijze dagen gewoon een stuk vrolijker. En ik ben een soort van obsessed met wrap tops. Jullie hebben ze al veel vaker bij mij lang zien komen. Ik vind het heel mooi en leuk. Je krijgt een leuke V-hals van. Dus ja, ik zal het wel even aan laten zien hoe dat eruit ziet. Deze kleur staat me echt fantastisch. Dus ik ben er gewoon heel blij mee. Maar goed, dat wist je al, anders had ik hem niet gehouden. Ik vind het ook weer heel lekker dat dit bovenste gedeelte zo'n beetje oversized is. Een beetje ballonachtig. Ik vind het soms lekker als de bovenkant lekker strak is. Maar als het dan niet strak is, dan mag het ook wel lekker bam, oversized. Deze wrap top die kost €39,99. En ze heeft hem ook in het zwart en in het beige op de website staan. Ik heb nu de website hier voor me. Die waren eerst uitverkocht, maar volgens mij zijn die er op dit moment weer. Dus dat is goed om te weten. En ik zal de linkjes ook even in de beschrijving zetten van deze kleding. En dan heb ik hier een maxi boho dress. Het heeft een beetje... Ik dacht eerst een panterprintje, maar eigenlijk is dat niet echt zo. Er zit ook wat goud in verwerkt. En ik vind deze gewoon heel erg leuk. Hij is maxi, maar hij is eigenlijk niet tot mijn enkels, maar meer tot mijn kuit. Dus dat is wel heel cool met laarsjes erbij. Ik vind vooral in het najaar en dan vooral in het herfst nog een rok of een jurk dragen wel heel erg fijn en leuk en zwierig. Het voelt in het najaar voor mij altijd een beetje hetzelfde, een broek en een trui. Dus ja, ik vind dit wel heel erg fijn voor de afwisseling en zeker leuk voor ja, als ik weer een keertje naar een restaurant ga of iets dergelijks. En ik heb hier ook boots bij. En eigenlijk het model had precies deze combi aan. En ik vond het wel een hele leuke combinatie. Dus ik zal het straks ook even laten zien hoe dat eruit ziet in, als totaalplaatje. Alright, de maxi dress en de shoes. Ik zal eerst eventjes naar de shoes gaan. Nou, ik vind dat wel heel erg leuk. Oh, die sokken. Ik had eventjes die witte sokken eruit moeten halen. Ja, ik vind het wel heel erg leuk staan zo onder die jurk. Dat maakt het gewoon net ietsjes frisser. Maar met docs staat deze jurk ook super leuk. Ik heb deze jurk al een paar keer gedragen. Met nog een riempje hier en dan zwarte docs. Dus dat staat ook wel heel erg stoer. Deze witte cowboy boots zijn €49,99. Nou, ik ben super blij met deze items natuurlijk. Als ik er niet blij mee was, had ik het wel geretineerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze shoplog weer een keer te zien. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit najaar voor neutrals gaan. Of juist voor lekker die kleurtjes. Zoals je hebt kunnen zien, ik voor neutrals. Maar als ik dan voor een kleur kies, dan kennelijk roze en paars. Dus weer eens wat anders. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn gezicht ook weer op je beeldscherm te zien. En geef deze video een duimpje omhoog als het zo was. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je heel graag weer terug in de volgende video. Doei!